Jorien, gaat lekker op de EK. Gisteren win je de eerste afstand en nu derde op de sprint. Ja, op zich mooie goede punten gepakt. Alleen ik had wel iets meer gehoopt, maar gezien vanuit de halve finale en met de startpositie 5 in de finale is dit denk ik wel een goed resultaat. Ja, want die halve finale is belangrijk om je startpositie te krijgen. Wat gebeurde er in de halve finale? Nou ja, ik haalde de pols in en ik was er eigenlijk al voorbij en die polsen dacht nog even een extra setje mee te geven. Daardoor waaide ik flink uit de bocht en was gewoon gezien om de ritwinst te pakken. En word je uiteindelijk derde en toegevoegd. Maar ja, daarmee kom je gewoon op 5 te staan in de finale. En anders had je misschien op 3 gestaan. Dat scheelt nog wel een paar plekken. Ja, want op de 500 meter is die startplek aan de buitenkant. Dat is wel heel erg lastig om dan nog iedereen voorbij te komen. Ja, het is sowieso lastig. Je staat dicht bij de kussens. Het is al irritant, want je wil niet te veel langs die kussens gaan. Er ligt toch wat viezigheid. En iedereen in zo'n finale start knetterhard. Dus het is ook niet dat je van 5 nou even naar 2 staat of zo. Dus je staat op 5 en je komt ook 5 die bocht in. Dus dan echt een hoop op foutjes. Dat gebeurde in de laatste bocht, dus toen werd het dan een derde. Trouwens, heel fijn dat jouw ploeggenoot Jaren van Kerkhof steeds verder in niveau klimt. Want dat merk je zelf ook in die relay. Maar denk ook individueel als zij meedoet in de finale. Ja, zeker. Dat is hartstikke goed. En ook in trainingen hebben we heel veel aan elkaar nu. We maken elkaar alleen maar sterker, dus dat is alleen maar goed. Jij hebt eerst Jara sterker gemaakt en nu kan zij jou zelfs ook een beetje sterker maken. Nou ja, we hebben nu gewoon heel veel aan elkaar en dat is wel heel fijn. Die kleine opdonder met die lange dame, dat gaat helemaal goed samen. Ja, zeker. Chicky, ik zag zeer veel blijdschap bij jou met je tweede plaats op de 500 meter. Ja, nee, inderdaad. Ik denk dat ik gewoon vandaag een goede 500 meter heb neergezet. En er is dit in de tweede plek en daar ben ik wel tevreden mee. Ja, je start er buiten en je zit met twee Russen die misschien nog samen kunnen werken aan en Grigorev. Hoe ging het? Dat ging best goed. Ik sta er gewoon op positie 4 en mijn start is niet het sterkste punt. Dus ik ging ook als vierde de eerste bocht in en voor me werd gewoon hard gevochten. En ik heb gewoon mijn eigen ding gedaan en snelheid gebouwd. Op het moment dat ik op snelheid was, ben ik gewoon geprobeerd zoveel mogelijk inhalacties te plaatsen. En dat resulteerde in de tweede plek. Ja, en dan ben je kanshebber, blijkt uit deze feiten, op eremetaal bij de Spelen. Op de 1500, zoals gisteren, waar je weliswaar onderuit ging door je tegenstander. En op de 500, dat is toch wel leuk, hè? Nou, nee, zeker. Ik denk dat ik gewoon een goede, degelijke 500 meter in huis heb. En dat ik dat op de Spelen, kan dat ook maar zomaar gebeuren. Dus wie weet.